In Arnhem opende een paardenbus van enige jaren geleden de stoet van 47 autobussen die deelnamen aan de Tourwagenrally 1954. De chauffeurs moesten na de sterrit met een lege bus nog een klassementsproef afleggen, waarin van hun rijvaardigheid zeer veel geëist werd. Het valt niet mee om met zo'n log bakbeest precies over een kleine kartonnen doos te rijden, of om juist het buitenste van een serie paaltjes omver te krijgen. De wagens moesten voorts in aanraking komen met het beweegbare gedeelte van een paal. Reden ze te ver, dan ging er een klakson over en liepen ze strafpunten op. Op elke bus werkten twee chauffeurs, de een als bestuurder, de ander als navigator. Bij deze zware proef toonden ze dat ze hun plaats op de bok waard zijn en dat de reizigers die aan hun stuurkunst zijn toevertrouwd bij hen in goede handen zijn. De Tourwagenrally en alles wat eraan vastzat was trouwens georganiseerd om dat nog eens te bewijzen.